Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer. Welkom op deze Lectio Divina van de zevende week van tijd door het jaar. En wij zijn bijna af van deze liturgische tijd, die verdeeld is van 8 weken en daarna 38 weken van tijd door het jaar. Is de langste liturgische tijd die wij hebben in onze liturgische kalender van de katholieke kerk. En straks zullen wij deze rustige tijd van vasten, van de 40 dagen tijd, beleven. Maar wij voelen al dat de lezingen ons voorbereiden om stilks, zoals jullie zeggen, om langzaam binnen te komen in deze heel mooie tijd. Tijd van genade, tijden van extra gebed, tijd van bekering, tijd van meditatie, tijd van om te reflecteren waar wij moeten veranderen in onszelf, Easter, in de Easterplaats in onszelf, maar ook in rondom ons. Om dichtbij van God te zijn, om in zijn nabijheid, in zijn intimiteit te leven met een zuiver hart. Niet alleen voor God, maar voor alle mensen die Hij heeft geschapen, die Hij heeft in ons pad gezet. Dus ik nodig u uit om trouw te zijn aan de meditatie van het woord van God, aan de Lectio Divina, om deze oefening te beleven met heel uw hart en met heel uw ziel. En zo de wijsheid van boven te ontvangen. Begin van het boek Ecclesiasticus. Alle wijsheid komt van de Vader en is bij hem in eeuwigheid. Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de eeuwigheid. Wie telt ze? De hoogte van de hemel en de breedte de aarde, de afgrond en de wijsheid, wie spuugt ze na? Voor al het andere is de wijsheid geschapen. Inzicht en verstand zijn van eeuwigheid. De bron van de wijsheid is het woord van God. In de hoogste hemelen, waar wegen zijn eeuwige gebonden. De wortel der wijsheid, voor wie werd hij plotgelegd? Haar hoogmerken, wie kent ze? De kennis van de wijsheid, aan wie is zij verschenen? Haar rijk ervaring, wie heeft ze begrepen? Slechts één is wees en ze geducht. Hij die zetelt op zijn troon. De Heer zelf heeft de wijsheid geschapen. Hij heeft haar gezien en uitgedeeld. En haar uitgestort over al zijn werken. Zij is met al wat leeft, naar Helene hij ze schenkt. Hij verleent ze aan wie hem lief hebben. Liefde tot God is eerbiedwaardiger wijsheid. Zij aan wie zij zich te zien heeft, beminnen haar. Bij het zien van haar grote werken. Woord van de Heer. Wij danken God. Het boek Ecclesiasticus begint met deze toespraak over de wijsheid. Wie heeft de wijsheid geschapen? Wie heeft ze gezien? Wie kent ze? Hij die zetelt op zijn troon. God is de bron van alle wijsheid.
En hij heeft wijsheid geschonken aan alles die hij heeft gemaakt. En hij verleent wijsheid aan wie hem vraagt. En hij wilt ons onderwijzen van wijsheid van boven. Die boven is van de wijsheid van de mensen. Wat wij oordelen met ons menselijk kennis is goed. We hebben de kennis, we hebben inzicht gekregen. Maar de wijsheid van boven, de wijsheid van God is over de his, is over, gaat over de liefde, gaat over de dingen van boven, het hemelse leven. En van de dingen die echt waardig is om te bevorderen, om te wensen, om te willen. En de Heilige Geest is ook deze persoon van de drie eenheid die schenkt inzicht, wijsheid. En die verlicht ons gedachten. Die kan ons leiden. Die kan ons innerlijk zeggen wat wij kunnen doen om God te behagen. En dat is inspiratie, wat wij noemen inspiratie. Die heel discreet is, maar die kan ons leren. Wat doe ik vandaag? Wat moet ik doen? Wat moet ik spreken? Met wie moet ik werken? Hoe kan ik de missie verder zetten? Dat is de wijsheid van boven. Die spreekt in de stilte van ons hart. Die spreekt in ons gebed. Die spreekt in de dagelijkse dagen. In de dagelijkse dingen die wij doen. Maar die heel discreet is. En die spreekt niet alleen in de binnenste van ons. Maar ook door de omstandigheden. Door mensen. Zelf door een kind. Kan de wijsheid van boven spreken. En wij voelen. Hoor. Hij is iets die zegt voor mij wat ik moet doen. En als wij aandachtig zijn, zullen wij de hulp van boven krijgen. Maar innerlijk moeten wij bidden, moeten wij verlangen, moeten wij aandachtig zijn voor het christelijk leven. En niet doen alles alleen met ons menselijk gedachten. Nee, wij zijn ook in His. En wij zullen ervaren dat als wij zo beleven, zullen wij onze broeders en zusters beter begrijpen, beter helpen, beter begeleiden. Soms met aansporingen, soms met aanmoediging, soms met opmerkingen, soms met een een manier die kan hen troosten, hen steunen. Wij zullen zien dat God gaat tot ons spreken als wij aandachtig zijn. Psalm 93. De Heer is koning met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omhoogd. Zo was als de aarde onwankelbaar. Zo was staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God zegt hij. Betrouwbaar is alles wat hij betuigt. Uw huis zijn heilig in lengte van dagen. Uit het Heilige Evangelie volgens Marcus. Toen Jezus na de gedaanteverandering op de berg weer bij de leerlingen kwam, zag hij een grote menigte om hen heen staan. Waaronder ook schriftgeleerden die met de leerlingen reed twisten. Zodra al die mensen hem opmerkten, waren zij verrast
en liepen hem tegemoet om hem te begroeten. Hij vroeg hun, waarom twist hij met hen? En uit de menigte gaf hem ten antwoord, Meester, ik heb mijn zoon naar u toegebracht, omdat hij in de macht is van een stomme geest. En waar deze hem overweldigt, werpt hij hem tegen de grond, en de jongen krijgt het schuim op de lippen, knaagt stand en wordt helemaal stijf. Nu heb ik uw leerlingen gevraagd hem uit te drijven, maar die hadden er de kracht niet toe. Jezus gaf ten antwoord, O ongelovige geslacht, hoe lang moet ik nog bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Brengt de jongen bij mij. Zij brachten hem naderbij. Zodra de geest Jezus zag, liet hij de jongen stuipen krijgen. Deze viel neer en rolde over de grond, met het schuim op de lippen. Jezus vroeg aan de vader, hoe lang heeft hij dit al? Deze antwoordde, van zijn kinderjaren af. De geest heeft hem ook al dikwijls in het vuur en in het water geworpen om hem te doden. Maar als hij iets kunt doen, heb dan medelijden en help ons. Jezus antwoordde hem, wat dat kunnen betreft, alles kan voor wie gelooft. Ogenblikkelijk riep de vader van de jongen uit, ik geloof, kom mij ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat de mensen te hoop liepen, gebood hij op strenger toon aan de onrein geest, stomme en duive geest. Ik gelast je, ga uit hem weg en kom nooit meer in hem terug. Onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen zag eruit als een leek, zodat de meesten dachten dat hij dood was. Maar Jezus vatte hem bij de hand en richtte hem op, en hij kwam overeind. Toen Jezus thuis gekomen was en zijn leerlingen met hem alleen waren, vroegen zij, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij antwoordde hun, dit soort kan door niks anders uitgedreven worden dan door bidden en vasten. Woord van de Heer, wij danken God. Dit soort kan door niks anders uitgedreven worden dan door bidden en vasten. Door dan bidden en vasten. En het Heilige Evangelie van vandaag is wel een lang verhaal, maar het is heel mooi. En we zien dat Esther is een omstandigheid van redelijk twist tegen de leerlingen en de schriftgeleerden. En daar tussen, onder de menigte, riept een vader, schreeuwt en zei, ik kom met mijn zoon, die bezeteld is door een dove en stomme geest. Deze vader was echt vol van pijn, van verdriet, bijna wanhoop. Maar hij heeft
gestreed om zijn kind te redden, om zijn kind te laten genezen. En hij had al gevraagd voor de discipelen, voor de apostelen, maar zij konden niet de geest uitdrijven van het kind. Maar misschien waren zij niet zo aandachtig ook, want zij waren het twisten tegen de schriftgeleerden. En misschien waren ook zij niet rein, zuiver. Dat weten wij niet. Maar misschien was ook de vader niet zo gelovig op de apostelen. En wij zien in reactie van Jezus die wij bijna nooit zien in de verhalen van het evangelie. O ongelovig geslacht, ongeduld. Hoe lang moet ik nog bij u zijn? En Jezus toont dat hij wil naar zijn vader gaan. Dat hij een beetje moe is, ongeduld. Ja, hij is ook mens. Hoe lang nog u verdragen? Brengt de jong bij mij. En dan deze dialoog tussen de vader en Jezus Christus, heel mooi. Die kan tranen in onze ogen brengen. Wat kunnen betreft, alles kan voor wie gelooft. Deze zin van Jezus Christus is fundamentaal, is echt fundamenteel voor ons, voor vandaag. Alles kan voor wie gelooft. En dan de waarde die roept, die schreeuwt: ik geloof, kom mij ongeloof te hulp. Dat is voor ons een les voor deze 14 dagen tijd, voor deze en ook voor alle tijden. God, kom mij ongeloof te hulp. En ook een tips, een geheim die Jezus Christus voor ons zei op het einde, vers 29. Door bidden en vasten. Boze geesten, ziekten, psychische ziekten, verslavingen, dingen die ons gevangen worden, die ons slagen, die ons niet laten een volledig leven te hebben, die laat ons niet toe te beminnen, te dienen, te leven. Dat kunnen wij uitdrijven door bidden en vasten. Wat moeten wij vasten? Hoe moeten wij bidden? Voor wie moeten wij bidden? Voor wat moeten wij bidden? Wat moeten wij vasten? Echt afstand. Niet alleen vasten voor een tijd, maar misschien voor altijd. Want dat is niet goed voor mij. Ieder met zijn weg. Wij zijn uniek. Onze ziel is een uniek schepsel van de Heer. Ieder met zijn weg. Wat moeten wij voor altijd vasten? Wat moeten wij voor een tijd vasten? Om onze gebed te versterken? Ja. Dat kunnen wij op deze gunstige tijd beoefenen, doen, leven en ook onze relatie met God, met onze redder Jezus Christus, te verdiepen in het geloof. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.